de coach blij? Ja, de coach is super blij, want het is weer een paar dagen geleden dat Jan zilver heeft gewonnen. We zijn er een beetje verder naar de volgende races van de meiden. Maar als ik dan nu Jan weer met zijn medaille zie, dan nog wel steeds een heel goed gevoel. Dat raakt je een beetje ook. Geeft wel een goed gevoel. Ik bedoel, voor Jan, maar ook voor die meiden die meteen zoiets hadden van hey, alles is mogelijk en dat is wel mooi om te zien. Ze vonden het allemaal wel kicken en toen was natuurlijk ook nog de vraag van wat doen we met Jan? Blijft hij hier of gaat hij terug naar huis? Ja, nou wat heeft gespeeld in de keuze om Jan wel of niet hier te houden? Heeft ook het juiste gevoel, de juiste spirit van Jan om hier te laten? Om daarmee de meiden een beetje te besmetten. Maar het is toch best lastig op het moment dat je in aanloop hier een dag of 10 bent en je moet daarmee een mooie racen. Nou mag je de 1500 meter rijden, Jan. Sven Kramer rijdt hem niet omdat hij vindt dat er te veel rumoer omheen zit als hij een medaille zou pakken. Hoe was die rumoer voor Jan bij het behalen van de zilveren plak? Nou, ik denk dat hij alleen maar genoten heeft en dat was de eerste dag. Ik bedoel, ja, er komt heel veel op je af. De pers die wil alles van je weten. Moet je door naar hier het Holland Heinekenhuis. Je gaat door naar de NOS TV. Dan de volgende dag moet je naar Medals plaatsen om je medaille op te halen. Maar het is dus wel mooi 2 dagen, want pas de tweede dag heb je die mooie zilveren plak op je nachtkastje liggen. Op dat moment gaf het alleen maar energie. En daarna is het weer knop om en schakelen. Kan je dat? Jazeker, en daarom is het misschien ook nu wel lekker dat hij die 1500 meter mag rijden. Want nu heeft hij ook echt weer een doel om op te focussen. Want als je kijkt naar de teampursuit, die ligt pas eind volgende week. Dus hij heeft nu zeg maar zaterdag die 1500. En dat is lekker. Vanaf nu is de focus op de 1500 en daarna gaan we de focus op de teampursuit leggen.